Ja, Devin Sidhu, je hebt net van Club Gorin gewonnen naar penalties. Toen was je al niet meer zo goed te been, hè? Kon je nog wel het veld op om te juichen? Ja, ging moeilijk, maar voor het feestje kan ik altijd rennen. Hoe kijk je terug op het toernooi tot nu toe? Ja, het is een leerzaam toernooi, een goed toernooi. We zijn met veel jonge jongens, dus het is gewoon mooi om mee te maken. En je kan jezelf ook laten zien. En je speelt tegen grote clubs, dus dat is allemaal mooi. Ben je tevreden over je eigen spel? Tot nu toe gaat het gewoon goed. De laatste wedstrijd ging wat minder, maar ik was fysiek ook niet helemaal in orde. Maar de trainer weet ook daarvan, dus ik ben zelf wel tevreden. Ja, kun je eens vertellen over het moment dat je geblesseerd raakte, tijdens de vorige wedstrijd? Ja, ik maakte een sliding en die jongen viel op mijn been. Dus ik kon wel op dat moment nog doorspelen, maar gisteravond werd het echt stijf. En vanochtend in de warming-up begon ik hem echt te voelen. Ja, je hebt dit seizoen veel wedstrijden gespeeld. Heb je dan nu wat sneller last van een kwetsuur? Dat denk ik niet. Je wordt wel gewoon vermoeid, maar een kwetsuur, dat kan altijd gebeuren. Het is niet dat het nu meer is dan andere wedstrijden. Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Een goed seizoen. Ik denk, ik heb in veel teams gespeeld in de B. Ik kom eigenlijk uit de B. En ik heb veel minuten gemaakt in de A. Dus het is allemaal een heel mooie seizoen geweest. Is het nog lastig om in verschillende teams te spelen in één jaar? Ja, dat valt nu wel mee. We trainen ook heel vaak samen met al die jongens. En ik ken alle jongens gewoon goed. Dus ik weet wat ik moet doen in welk team. Dus dat is allemaal duidelijk. Je staat vaak naast Matthijs van der Ligt, ook op dit toernooi. Matthijs van der Ligt. Hoe verloopt die samenwerking tussen jullie? Ja, het loopt heel goed. De hele seizoen spelen we al samen. En we hebben een goede klik buiten het veld, maar ook binnen het veld. En we weten van elkaar wat sterke punten zijn en zwakke punten. Dus we kunnen elkaar daarop goed aanvullen. Je hebt ook voor Oranje onder 19 gespeeld. Hoe waren die ervaringen? Onder 17. Ik zit zelf nog voor onder 17. Ja, was leuk. Dus dat is altijd een mooi moment dat je voor Nederlands elftal kan spelen. En dat is gewoon altijd mooi. En volkslied zingen, dat is altijd mooi. Als je kijkt naar jouw persoonlijke ontwikkeling, op welke punten zou jij jezelf nog kunnen verbeteren? Ik denk dat ik gewoon meer mijn stem moet laten horen. Ik denk als laatste man is het belangrijk dat je echt de leiding geeft. En op het moment ook gewoon echt je stem laten horen. En dat is denk ik een punt dat ik nog echt goed kan ontwikkelen.